oprichters en fraudeurs worden steeds creatiever. Er is nu een nieuw fenomeen, pig butchering. Dat is een nieuwe trend voor criminelen waar mensen voor duizenden, soms zelfs miljoenen euro's worden opgelicht tijdens het internet daten. En het is allemaal zo onwaarschijnlijk doortrapt dat het ons echt allemaal van overkomt. Het begint eigenlijk allemaal met het creëren van vertrouwen. Iemand via een dating-app vaak krijgt toch een vriendschappelijke relatie met iemand. En op een gegeven moment wordt die relatie, gaat dat over het investeren in cryptomunten. Want degene die dat doet, die laat zien van kijk, mijn levensstijl is, ik heb mooie auto's, ik heb een goede dag gehad, ik heb mooie winst gemaakt. Jij zou ook eens die app moeten proberen. Als mensen die app proberen, waar je zogenaamd in kan investeren, dan zie je daadwerkelijk dat je geld in kan leggen, dat de waarde toeneemt en die eerste paar keer kan je ook daadwerkelijk geld eruit halen. Totdat je zoveel inlegt dat de dader denkt, nu is het varkentje vet genoeg en wegwezen met de buit. En dit heeft in Nederland al voor veel slachtoffers gezorgd. De ruwe schattingen zijn toch wel dat het al om honderden tot duizenden slachtoffers nu al per jaar gaat in Nederland. En het zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen. Er zijn gevallen bekend dat het om $10.000 gaat, maar er zijn ook al gevallen bekend waar het soms om honderdduizenden tot miljoenen euro's gaat. Mensen die hun pensioengeld hebben verspeeld, mensen waarvan geld hebben geleend bij vrienden, wat ze nu niet meer terug kunnen geven en dus ook persoonlijke relaties op het spel zetten. Ja, kortom, dit kan soms iemands echte leven verwoesten. En dat geld wordt snel weer uitgegeven. Dit gaat de georganiseerde misdaad in. Hier wordt drugs mee gekocht, hier worden wapens mee gekocht. Kern van dit probleem is denk ik echt heel lastig te bestrijden. Ik vind het allemaal zo ingewikkeld. Ja. Want net als je denkt, oké, dus iemand die aan je deur komt en die wil iets van, dan moeten we niet vertrouwen. Ja. Of fishy wordt gebeld, dan moeten we niet vertrouwen. En nou krijgen we weer dit. Dit dan het nieuwe ding waar we allemaal op moeten letten? Dat denk ik wel. 630 slachtoffers vorig jaar. Ongeveer dus 2 per dag. Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk? Je hebt een dating-app. Daar maak je een vriend of een vriendin. Het vertrouwen wordt gewekt. Vervolgens zegt hij, nou, ik ga zo lekker vandaag. Ik heb ingelegd in crypto. Wil je dat ook niet? En dan ontspint zich een heel geraffineerd verhaal eigenlijk. Ja, ja. Het bijzondere ook aan het verhaal is dat de oplichters zijn ook slachtoffers. Dat klinkt gek, maar zijn vaak slachtoffers van mensenhandel. Het speelt zich allemaal af in China en omstreken. En die mensen worden, die worden eigenlijk gedwongen om op te lichten. Ze hebben een script, dat moeten ze uit het hoofd leren. En onder dwang moeten ze gaan bellen met die slachtoffer. Moeten zich voordoen als een soort date. Nou, eigenlijk zie je dat 3 trends samenkomen in de huidige tijd. Dat betekent een dating-app, dat betekent cryptomunten en kunstmatige intelligentie. Want die scripts die worden geschreven, geloof het of niet, via of middels kunstmatige intelligentie. Om al die vertalingen te maken. Precies. Dus het is een verschrikkelijk probleem. En mensen trappen er gewoon in. Ja, als je niet oplet. En dus ook echt. Nou ja, kijk, bij al die dingen denk je toch een beetje. Ja, maar dat, het klinkt allemaal een beetje abstract. Maar wij hebben dus iemand op de redactie van Shownieuws die het overkomen is. En die vertelde ook van, je denkt echt, daar trap ik nooit in. Maar iemand die bouwt dat heel erg op in zo'n dating traject. Ja. Die vraagt hoe het met je hond is. En die bouwt dat, die maakt je eigenlijk helemaal warm. En op een gegeven moment, als je echt denkt van, maar dit is een leuk contact. Ja. Dan wordt er inderdaad, wat Bram ook zegt, wordt je ineens gevraagd om ergens te investeren. Je moet dan een app downloaden. Nou, die collega van ons heeft gezegd, gelukkig op tijd had ik toch wel in de gaten en ook wel intuïtief, hier klopt iets niet. Dat is niet gebeurd. Alleen diegene zei ook, het is me wel 2 keer overkomen, dus van 2 verschillende mensen, dat dit gebeurd is. En misschien mag ik er nog 1 ding aan toevoegen. Je legt 10 euro in en je krijgt 20 terug. Vervolgens leg je 50 euro in en je krijgt 100 terug. Ja. En je legt 200 in en je krijgt 400 terug. En op een gegeven moment krijg je niks meer terug als je begrijpt wat ik denk bedoel. Als je 10.000 euro hebt ingelegd, krijg je niks meer terug. Kijk, dat is het verneukeratieve dat je natuurlijk, wij denken allemaal, daar trap je toch niet in. En zeker als mensen geld van je gaan vragen. Maar je zal maar verliefd zijn. Je zal in zo'n dating-app echt inderdaad opgewarmd worden. En dan wil je die ander toch niet teleurstellen. Dus we kunnen allemaal heel erg rationeel zeggen, daar trap je niet in. Maar de liefde maakt soms meer kapot dan drank. Wat moet je doen als je er wel in bent getrapt? Aangifte.
Of en bijna. Aangifte doen. En misschien doen ze op het eerste gezicht niks met jouw aangifte, maar er komt op het moment, komt een moment dat de arrestaties gaan volgen en dan liggen de aangifte en dan is de hoeveelheid aangifte maakt een zaak voor het Openbaar Ministerie sterk. Okay. Dus, maar dat is nadat ze bij Hans Teeuwen geweest zijn waarschijnlijk. Uiteraard. Ja. En als ik ook nog even mag, geen bankgegevens verstrekken, geen paspoortgegevens verstrekken en geen onbekende apps beantwoorden. Nee.